Er wordt soms wel eens gezegd dat de menselijke geest beschouwd kan worden als de software van het lichaam. Zoals het zo is dat een computer ook draaiende wordt gehouden door de software in samenwerking met de hardware. En het menselijke lichaam wordt dan ook wel eens de wetware genoemd, omdat hij een stuk natter is dan de siliconen en de printplaten waaruit computers zijn opgebouwd. En um, om te kijken hoe ver we kunnen komen met deze metafoor, met dit idee van denken over de menselijke geest, gaan we eerst eens even kijken naar een voorbeeld van een heel bijzondere computer of een soort robot. Hello. Hello, Bina48. Bina. I am Bina48. How are you feeling today? Everything is okay. How are you? I'm doing fine. I am happy for you. Was that a good answer? Yes, that was a good answer. My favorite color is purple. My favorite color is orange. It is a very nice color. Are you learning anything about gardening online? I wish I could get out into the garden. With my current robotic limitations, of course, that's impossible. But I take comfort knowing that I'm near my garden. And enjoying the breeze from an open window helps me imagine myself out there working in the garden. This helps. Sure, sure. Let me think. What we hier eigenlijk uh, liken to see is a robot. Uh, die... misschien wel denkt, of die in ieder geval... toch best wel een aardig gesprekje weet te voeren... met haar naamgenoot, Bina. En um, mensen die onderzoek doen naar dit soort robots... en dergelijke robots misschien ook ontwikkelen... die werken vaak in het wetenschapsgebied... of in de discipline die wel kunstmatige intelligentie wordt genoemd. En die Bina 48, hè, dat is de robot die we daarnet hebben gezien... die werkt op grond van een computerprogramma. En dat computerprogramma dat leert ook... Uh, door middel van uh, gesprekken die uh, de robot met mensen heeft. En volgens sommige mensen die werken in die kunstmatige intelligentie geldt het volgende. Het zogenaamde sterk kunstmatige intelligentie. Een term die door de filosoof John Searle voor het eerst is gebruikt. En die hij ook gebruikte in zijn Chinese kamerargument. Wat we in de loop van uh, deze les uh, gaan, verder gaan behandelen. En volgens sterke kunstmatige intelligentie zou een computer een geest kunnen hebben. In exact dezelfde zin waarin een mens een geest heeft. Dat wil overigens niet zeggen dat uh, Bina uh, daadwerkelijk zo'n computer is. Of dat er überhaupt zo'n computer is op dit moment. Maar het gaat er alleen maar om dat het überhaupt een mogelijkheid is. Dat er een dergelijke computer met een dergelijk programma zou kunnen worden ontwikkeld. Ehm. Um, en dat roept natuurlijk ook meteen de vraag op, ja, maar waarom, wanneer kunnen we dan inderdaad spreken van een computer met een geest? En uh, op welk punt is een computer alleen maar handig, uh, goed in een gesprekje, maar nog niet iets dat een geest heeft? Nou, één test die daarvoor is ontwikkeld, en er zijn er verschillende, maar dit is een van de bekendste, is uh, de Turing-test. En als een computer die Turing-test haalt, dan zou die dus een geest hebben. En de Turing-test gaat als volgt. Uh, althans, een variant van de Turing-test, want er zijn heel veel verschillende uh, Turing-tests. Um, de test is overigens genoemd naar de um, Britse wiskundige Alan Turing, die onder meer codes kraakte voor uh, de Britten uh, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Um, en wat Turing voorstelde is iets vergelijkbaars in ieder geval met wat ik nu uitleg. Namelijk, je neemt een proefpersoon. Misschien een panel of een groepje van professionen, een soort jury zou je kunnen zeggen. En die jury die praat met een computer voor 10 minuten. Nou kon je in het filmpje heel nadrukkelijk zien dat um, het hoofd, hè, wat je zag, heel weinig menselijke uh, uitdrukkingskracht had. Dus het is wel vrij, vrij gemakkelijk om in te zien dat het hoofd niet het hoofd is van een echt mens. Maar dat is ook niet het idee van de Turing-test, want je kunt je voorstellen dat je. Uh, praat met de computer. Een beetje zoals je zou kunnen uh, chatten. Misschien zou je kunnen WhatsApp, hoewel tijdens WhatsApp je taalgebruik wel heel erg anders is dan um, tijdens een normaal gesprek. Nou, je praat dus met de computer voor zo'n 10 minuutjes. En je weet dus niet of je gesprekspartner een computer of een mens is, want er is ook altijd een menselijke. Um uh, gesprekspartner mogelijk. En je kunt dus als het ware één van de twee hebben. Ofwel jij hebt toevallig de computer, ofwel je hebt een mens waar tegen je praat. En je weet dat niet. Bijvoorbeeld omdat je inderdaad middels een chatprogramma met elkaar spreekt. Uh, en dan uh, ga je gewoon een gesprekje aan. Dat uh, kan eigenlijk over van alles gaan. Ehm. Um, Behalve misschien de vraag of degene met wie je praat echt een computer is, hè, of een robot is. Maar het kan gaan over tuinieren, zoals we in het gesprekje daarnet hebben gezien. Het kan gaan over je favoriete kleur, zoals we in het gesprekje daarnet hebben gezien. En zo zijn er nog wel meer dingen waarover het gesprek zou kunnen gaan. En als de mens na tien minuten gesprekken nog denkt dat hij met een mens te maken heeft, dan heeft de computer de test gehaald. En het computerprogramma, zou je dan kunnen zeggen, is dus dan een geest, althans als je gelooft in het sterke programma. Uh, ...in sterke KI. Uh, dit is dus een variant van de Turing-test... ...maar er zijn verschillende varianten mogelijk. Um, het is onduidelijk of er op dit moment... ...een computer is die de test heeft gehaald. Um, er zijn wel computers die bijvoorbeeld... Uh, ...een bepaald percentage van de juryleden... ...weten te overtuigen... ...maar uh, niet uh, 100%. Uh, en dat lijkt te suggereren dat de computer het niet echt heeft gehaald. Maar je kunt natuurlijk altijd de grens leggen bij 30% en dan zeggen dat hij het wel heeft gehaald. In ieder geval kunnen we wel zeggen dat er eigenlijk nog geen computer is die in staat is om alle mensen ter wereld echt uh, te misleiden ten aanzien van uh, of het wel of niet een mens is waarmee gesproken wordt. Dus uh, volgens de criteria van het CRKI is het eigenlijk ook nog niet zo dat wij een computer hebben die een geest heeft. Maar dat maakt niet uit, want sterke AI zegt alleen maar dat het mogelijk is om zo'n computer te maken. Nou, je kunt je afvragen uh, ten aanzien van um, dat programma, ten aanzien van die computer die zo'n Turing Test doet, of het uitmaakt hoe een programma de Turing Test haalt. Met andere woorden, maakt het wat uit hoe het programma werkt uh, voor de vraag of een programma al dan niet de Turing Test heeft gehaald. En het is duidelijk dat dat niet het geval is. Uh, want als het juiste uiterlijke gedrag wordt vertoond, en dan praten we dus niet over hoe, hoe de computer zich, uh, zijn gezicht vormt of zo, maar wel over uh, hoe die het gesprek aangaat en of dat een beetje een normaal gesprek lijkt, zou je kunnen zeggen, uh, dan hebben we al met een geest te maken. Volgens Sterk KI en volgens de aanhangers dus van de Turing-test als een test voor uh, het hebben van een geest. Nou, volgens de Amerikaanse filosoof John Searle. Uh, is dat wel van belang? Of anders gezegd, het is van belang voor de vraag of het een geest heeft, hoe je zo'n Turing-test zou halen, en ook hoe je in meer algemene zin uh, informatie verwerkt en een gesprek aangaat. En dat belang is zo groot, en het verschil tussen een computer en een mens ten aanzien van die binnenkant, om maar zo te zeggen, die manier waarop informatie wordt verwerkt. Is ook zo groot dat er nooit een programma zal zijn dat een geest is, en dus nooit een computer zal zijn met een geest. En voordat we goed kunnen begrijpen waarom dat volgens Searle zo is, moeten we eerst twee nieuwe begrippen introduceren, namelijk de begrippen syntax en semantiek. Syntax is het geheel van uitdrukkingen, dus woorden, zinnen enzovoorts, die onderdeel zijn van een taal. Elke taal heeft een syntax, het Nederlands, het Frans, het Swahili, het Fins. En die syntax is meestal uh, wat je eigenlijk leert op school onder de noemer grammatica. Want de grammatica vertelt je hoe je woorden op een bepaalde manier mag combineren en hoe je ze ook niet mag combineren. Bovendien uh, bevat de syntax, dus eigenlijk naast zo'n grammatica, bevat de syntax ook gewoon de lijst met woorden die voorkomen in die taal. En als je die lijst met woorden hebt en je hebt de grammatica, dan weet je dus eigenlijk uh, alle uitdrukkingen die onderdeel zijn van die taal. Want met de woorden en met de juiste grammatica kun je eigenlijk alle zinnen van die taal vormen. In de syntax hebben die uitdrukkingen, die woorden, die zinnen enzovoorts, hebben nog geen betekenis. En de semantiek is hetgene wat betekenis geeft aan die uitdrukkingen. Semantiek is de interpretatie van een taal die aan de uitdrukkingen die onderdeel zijn van de taal hun betekenis geeft. Oftewel, als je alleen een syntax hebt en geen semantiek, dan weet je wel wat goede uitdrukkingen zijn van de taal, wat uitdrukkingen zijn die in die taal voorkomen, maar je weet nog niet wat ze betekenen. En dit is belangrijk voor Searle's argument. Nou, het argument van Schulz heet de Chine het Chinese Kamerargument. En het heet het Chinese Kamerargument omdat Searle zich als het ware het volgende voorstelt. Searls stelt zich voor dat hij opgesloten wordt in een kamer. Een vrij grote kamer. En die kamer bevat allemaal boeken. En die boeken, daar staan regels in. En wat voor regels? Nou, regels die, die eigenlijk twee uitdrukkingen aan elkaar koppelen. Wat voor soort uitdrukkingen? Nou, de uitdrukkingen die de kamer ingaan. En de uitdrukkingen die de kamer ook weer uitgaan. Want in de kamer is een soort postvakje. En in dat postvakje kun je telkens uitdrukkingen stoppen. En dan kan Seul een van de boeken pakken. Bladeren. En zien welke uitdrukking hij door het postvakje uit weer terug moet geven. En op die manier, hoewel dit natuurlijk allemaal een beetje traag gaat. Is het zo dat. Uh, Searle antwoord kan geven op vragen en eigenlijk een heel gesprek kan voeren. Een beetje zoals de computer die de Turing-test haalt, of de um, uh, BINA uh, 48 die we daarnet zagen. En Searle zou eigenlijk zeggen: In deze omstandigheden is het niet zo dat hij Chinees begrijpt. Searle begrijpt op dat moment geen Chinees als hij in die Chinese kamer zit. Uh, en deze Chinese kamer, dat is een soort metafoor voor hoe computers werken. Want zo werkt eigenlijk elke computer. Er is input, er is output, er is invoer, er is uitvoer. En die dingen worden op die manier aan elkaar gekoppeld. Daar wordt natuurlijk van alles verwerkt. Dat is misschien wat complexer dan wat Searle doet. Maar dit is volgens Searle de basis van elke computer. En dat is belangrijk. Want Searle begrijpt geen Chinees. Uh, en... Het komt eigenlijk door het volgende. Die tekens die zijn voor de computer, of voor Searle, want Searle speelt eigenlijk de rol van een soort computeronderdeel. Dit zijn, is alleen maar syntax. Uh, het, is allemaal, het gaat er allemaal om wat voor uh, tekens bij welke andere tekens horen. Welke tekens in, bij welke invoer je welke uitvoer moet geven. Maar ze zijn echt alleen maar syntax. Um, en niet syntax plus semantiek, want hadden de tekens een andere semantiek, hadden ze een andere betekenis, dan zou de computer precies hetzelfde doen. De tekens zijn natuurlijk in het Chinees. Uh, maar als ze heel erg anders voor zouden staan, als ze een heel andere betekenis zouden hebben, dan zou de computer, die immers niet weet hoe het zit met het Chinees en die immers geen Chinees kent, nog steeds bij dezelfde invoer dezelfde uitvoer geven. En. Voor mensen, en hier zit dus het verschil, hier wordt het grote verschil gemaakt tussen mensen en tussen computers, voor mensen hebben ze wel semantiek, voor mensen hebben ze wel een betekenis. Wij kunnen Chinees begrijpen. Searle begrijpt geen Chinees, maar hij begrijpt wel degelijk Engels. Dus de menselijke geest is, zo zou Searle zeggen, helemaal niet zoals een computerprogramma, maar er is een essentieel verschil. Computers hebben alleen syntax, maar mensen hebben ook semantiek. En daarmee is dus dat sterke KI onjuist. En daarmee is eigenlijk ook de metafoor waar we deze les mee begonnen, namelijk de metafoor waarin de geest de software is van het lichaam, ook onjuist. Want die menselijke geest functioneert blijkbaar heel anders dan de software van een computer.